Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veel producten laten zien van september en oktober. Bij het testen van make-up horen helaas ook producten die niet zo fijn zijn. Dus dit is het mandje. Het is voor mijzelf ook weer eventjes een verrassing wat erin zit, omdat ik het ook niet meer precies weet. Maar daar gaan we zo meteen achter komen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik niet fijn vond van september en oktober, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met drie producten van de Trend Editie. Pumpkins Pretty Please van Essence. Ik heb hier een uitgebreide video van opgenomen. Mocht je die gemist hebben, ik zal de link van die video wel eventjes in de beschrijving zetten. En dan begin ik met de twee nagellakjes uit deze collectie. Dit zijn ze. Ze hebben de namen 01 Pumpkin Patch Princess en 02 Autumn Leaves en Pumpkin Please. Nou, het zijn hartstikke schattige potjes. Ze zien er hartstikke leuk uit. En de kleuren zijn ook echt wel heel mooi. Ik kreeg er echt wel een beetje herfstvibes van. Ze drogen mat op. Ik moet zeggen, je zag hier en daar... Op zich was de dekking goed, maar je zag dus hier en daar wel een beetje... Wat witte dingetjes er doorheen van je eigen nagel. Maar goed, met het opbouwen van laagjes kon je dat op zich prima... Weer oplossen. Ze hebben een basic applicator gewoon zo. Dus de kleur was perfect. Maar het is eigenlijk puur de langdurigheid waar ik een beetje van schrok. Ik bracht het aan en ik had echt binnen een paar uur al chips. Echt gewoon stukjes die uit de nagellak waren. Dit kon ik ook niet heel makkelijk oplossen. Dus ik heb letterlijk deze nagellak soms 3 keer aan moeten brengen. Zelfs met een matte topcoat werkte dit niet. Met een glanzende topcoat ging het ergens nog. Ja, omdat ze dan mat opdrogen, vind je het leuk om dat matte effect te behouden. Het was niet de beste keuze van Essence als je het mij vraagt. Want ja, als het zo snel chipt, ben ik niet enthousiast. Dus vandaar dat ik ze toch... niet per definitie zo aanraden vanwege het chippen. Dan heb ik ook uit die collectie eigenlijk is het een eyeliner, maar het is een creamy shadow eyeliner. Deze kwam in een doosje. Nou ja, goed. Het is gewoon een eyeliner en die kun je dus aanbrengen. Dit ging op een speciale manier, want als je aan deze kant de dop eraf trekt, had je dus een kwastje. Nou, en dan had je aan de andere kant, draaide je open en dan had je hier het product. Nou, ik ging dit aanbrengen. Ik vond allereerst het dippen van het kwastje in het potje al heel lastig gaan. Want eigenlijk was het potje gewoon te klein voor dit kwastje. Of het kwastje te groot voor het potje, net hoe je het zeggen wil. En ik vond hem niet heel intens zwart. Ik zal hem nog even swatchen. Ik had meer het idee alsof ik zeg maar een soort van lijntje zette met een oogschaduw. En misschien is dat ook wel helemaal de intentie hierachter. Maar dat is niet iets wat ik ambieer. Ik zal ook even laten zien dat er niet echt lekker veel pigmentatie afkomt. Want kijk, zo ziet het eruit. Hij heeft trouwens de naam gekregen 01 Giving Pumpkin to Talk About. Maar nee, ik vond deze opstelling niet fantastisch. Ik hou gewoon van een intense eyeliner en deze was gewoon niet heel intens. Ja, dat is gewoon jammer, maar ja, daar doe je niet zo heel veel aan. Dus die producten die vond ik niet zo fijn. Dan heb ik van MUA heb ik een Brow Define Eyebrow Pencil. Er zit ook een blendingsbrush bij. Die ziet er zo uit. Ik had deze al een tijdje in huis. Dit is het product, zeg maar. Je draait hem omhoog en deze kun je dan aanbrengen op je wenkbrauwen. En dan kun je aan de achterkant hem eraf trekken. En dan zit er dus zo'n borsteltje bij. Dus best wel luxe. Ik vond het eigenlijk, hij bracht heel fijn aan, maar het was eigenlijk puur de kleur, want hij is dus zwart en dat heb ik toen de tijd gewoon niet goed gezien. Deze kleur die paste gewoon niet goed bij mij, want hij ziet er zo uit. Dit was echt voor mensen met intens donkere wenkbrauwen en ik heb wel wat donkere wenkbrauwen, maar zwart dat past gewoon niet bij mij. Dus op zich is het product fijn, maar ik heb hem eigenlijk puur erbij gedaan omdat de kleur niet goed was. Het was gewoon mijn eigen schuld. Maar goed, daarom vond ik hem dus niet heel fantastisch. Ik
ga even wat producten eruit halen om te zien wat er nog meer allemaal in zit. Oh ja, ik heb hier een mascara van Catrice. Dit is de Glam & Doll Lash Growth Volume Mascara. Deze kwam vrij luxe in een doosje. En deze mascara heeft de naam 010 Ultra Black gekregen. Het is een 2-in-1 effect mascara. Die voor 90% langere wimpers zou geven. En dus ook volume. Dus eigenlijk zouden met deze mascara je wimpers gaan groeien. Nou, ik heb daar nooit heel veel in dat het echt gebeurt. Maar ook omdat die volume zou geven. Nou, de huls ziet er verder zo uit. Het is eigenlijk gewoon zo'n basic huls die we wel kennen van de Glam & Doll lijn. Ik vond trouwens de tekst hoe die erop is gedrukt wel heel tof met dit effect zo. Het borsteltje. Het was al een borsteltje waar ik absoluut niet voor warm liep. Want die ziet er dus zo uit. Maar het deed ook letterlijk niks voor mijn wimpers. Ja, ze werden zwart. Groeien deze absoluut niet. Maar ook het volume bleef totaal uit. Dus ik kreeg zwarte wimpers en dat was het ook. Toen dacht ik, ja, leuk bedacht. Maar het werkt dus voor geen meter. Staat ook echt zo op, hè. Voller, langer, stronger. Nou, mijn wimpers werden niet voller. Niet langer en niet sterker. Dus nee, dit vond ik geen aanradertje. Dan heb ik van het merk van Kruidvat een Illuminating Strobing Cream. Een 24-hour moisturizing. Dat is deze. Dit is eigenlijk een highlight cream. En die zou 24 uur hydrateren en zou licht reflecterende pigmenten creëren voor een frissende stralende tint met een soft focus effect. Er zit dus voedende chia butter in en geeft een subtiele parelmoer de perfecte glowy no make-up look aan. Alle huidtinten. Nou, het kan hartstikke leuk zijn als je denkt, hé, ik heb bijvoorbeeld eventjes een dagje geen tijd om echt maar uitgebreid op te maken. Je bent misschien wat verlaat. Je smeert dit op, dan zie je er in ieder geval lekker gezond uit. Nou, hij heeft dus weer zo'n pompje. Ik heb altijd ruzie met deze dingen, want ik weet niet of het bij deze ook. Nou, bij deze gaat het nog wel. Ik zal hem zo ook even uitsmeren. Kijk, en met de swatch, dat is altijd het leuke. Met de swatch, als je heel goed kijkt, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, zie je echt wel die mooie glow, hè? Maar op mijn gezicht zag ik er dus helemaal niks van. Dus mijn gezicht, die zag er gewoon zonder make-up net zo slecht uit als altijd. Tenminste, ik vind mezelf er niet mooi uitzien zonder make-up. Dus ik kreeg er geen glowy finish van, ja. En weet je, een crème die gewoon 24 uur hydrateert is hartstikke fijn. Maar als je echt belooft dat er een mooie glans van afkomt. En dat gebeurt niet. Want mijn gezicht kreeg gewoon die glans niet. Dan ja, ben ik er wel klaar mee. Dan denk ik van nou, dit gaat niet werken. Dus nee, die glans kreeg ik er absoluut niet van. Dus daarom was ik er niet enthousiast over. Dan heb ik van Catrice een Power Nail Hardener Treatment. Het is dus zo'n product wat ervoor zou zorgen dat je nagels sterker worden. Staat ook echt op het dopje 90% sterkere nagels. Nou, het is gewoon weer zo'n product wat je aanbrengt. Heeft zo'n dubbele dop. Nou, dit breng je gewoon aan en dan zouden je nagels sterker worden. Dat moet je dan een paar keer per week herhalen om dan die sterkte te krijgen. Maar je kunt hem dus ook wel gebruiken als base coat onder je nagellak. Nou, hartstikke leuk. Ik zal het kwastje nog eventjes laten zien. Vrij basic. Je kunt er gewoon prima je nagels mee lakken. Is niks mis mee. Maar. Mijn nagels werden hier niet sterker van. Eigenlijk totaal niet. Ik heb het eventjes een poosje geprobeerd. Maar nee, mijn nagels werden er gewoon niet sterker van. En ik had het wel gehoopt. Momenteel zijn mijn nagels gewoon niet meer zo sterk als dat ik ze wel eens heb gehad. Dus ik vind het altijd wel interessant om dit soort producten uit te proberen. Maar hier werden mijn nagels niet sterker van. Eigenlijk het enige product wat wel echt werkt, dat is die van Herome. Die maakt je nagels echt wel wat sterker. Maar ja, die is ook natuurlijk gewoon best wel aan de prijs. Maar deze deed in ieder geval niks voor mijn nagels.
Ook merkte ik, als ik hem gebruikte, zeg maar, onder mijn nagellak, dat mijn nagellak nog sneller chipte. Dus nee, om je nagels hier harder mee te krijgen, is absoluut geen succes. Dan heb ik een aantal mono oogschaduwtjes van de HEMA. Dit zijn dus die oogschaduwtjes die je dus zelf kunt vullen in een paletje die ze dus ook verkopen. Dit zijn die eyeshadow refills eigenlijk, zo heten ze. Ik heb hier allereerst de kleur Pin-Up Peach. Dit is de kleur nummer 1. Nou, ik vond ze eigenlijk gewoon niet fijn omdat ze gewoon te zacht waren van kleur. De pigmentatie is gewoon echt een drama. Het zijn best wel kleine pennetjes die je dus, kijk, ze zien er zo uit en die druk je dan in zo'n paletje. Maar ja, voor mij waren deze kleuren niet echt fantastisch. Ik heb hier de kleur 06 Rosy Gold. Dat is dus deze kleur. En dan heb ik nog een kleurtje die ik ook niet fantastisch vond. En dat is de kleur 05 Smoky Salmon. Dat is deze. Ik heb ze even geswatcht. Dan zie je dat deze nog best wel veel pigmentatie geeft met zwartje. Maar op de oogleden komt hij niet tot zijn recht. Ik kon hem aanbrengen, want ik wou, er gebeurde gewoon veel te weinig. Dus nee, ik vind het een heel erg leuk concept, absoluut. Maar het is echt wel, er zit echt wel verschil in met de pigmentatie van deze oogschaduwtjes. En deze waren het voor mij absoluut qua pigmentatie niet. Dat is ook jammer, want niet bij elke HEMA kun je swatchen. Dus ja, anders zou je al even kunnen kijken. Maar ja, het zegt ook niet alles, want die ene kleur die was met swatchen vrij donker. En op mijn oogleden kreeg ik hem gewoon niet goed. Maar ja, ik was over deze kleuren niet tevreden. Dan nog 3 nagellakjes van Catrice. En dat zijn de More Than Nude Nail Polishes. Deze zijn voor alle skin tones. En ja, dit zijn gewoon eigenlijk van die nagellakjes die dus een nude kleurtje hebben. Dus vrij zacht zijn. Ik heb hier de kleur 12 Glowing Rose. Heeft inderdaad een mooie glow erin zitten. Weer met zo'n dubbele dop. Ik zal natuurlijk eventjes het kwastje laten zien als ik hem open krijg. Ik heb hem heel strak vastgedraaid, merk ik al. Kijk, gewoon een basic kwastje. Ik vond de pigmentatie gewoon niks. Ik had van deze nog wel goede hoop. Ik dacht, dit wordt nog wel leuk. Maar mijn eigen nagels kwamen er gewoon heel erg doorheen. En ik hou gewoon van meer dekkende nagellak. Weet je, een nagellak mag voor mij gewoon lekker intens zijn. Zoals dit ook. Dus lekker donker. Ik zie hier niet mijn eigen nagels doorheen. En dat gebeurde bij deze kleurtjes wel. En dat vond ik gewoon niet... Ja, vind ik zelf gewoon niet mooi. Weet je, dat is gewoon echt een hele persoonlijke keuze. Ik kan me ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld... bepaald werk doet, dat je het fijn vindt om een nagellakje te dragen, maar dat je niet een hele intense kleur wil hebben, dan kunnen dit soort nagellakjes hartstikke fijn zijn. Maar ik hou zelf wel meer van een dekkendere. En dat vond ik bij deze gewoon echt niet fijn. Ik heb hier de kleur 02 Pearly Ballerina. Het vreemde is, als je dan op internet gaat kijken, zie je dat deze kleuren een hele mooie dekking hebben bij mensen. En dan denk ik van, ik zie hun eigen nagels er niet doorheen. Wat gebeurt er dan waardoor dat bij mij wel zo is? Ik heb er zelf een witte basecoat onder gebruikt, maar ook dat werkte niet. Maar bij mij was de dekking gewoon niet fantastisch. En dan heb ik ook nog de kleur 16 Hopelessly Romantic. Maar eigenlijk is bij alle 3 deze lakjes hetzelfde verhaal. Mijn eigen nagels kwamen er doorheen. En dat is voor mij gewoon eigenlijk een no-go. Dan heb ik nog 2 laatste producten en deze komen ook uit een trendeditie van Essence, namelijk de Cute as Shell collectie. Ik heb hier allereerst een lippenbalsem, die ziet er echt fantastisch schattig uit. 01 Shellit heeft hij de naam. En ja, hij ziet er heel lief uit en echt, ik voel hem ook echt super, super schattig. Maar kijk, het ziet er zo uit. Het is hartstikke lief, alleen het probleem is, ik krijg haast geen lipbalsem hieruit. Ik heb hem eventjes hier geswatcht. Hij is verder gewoon transparant, je ziet hem ook amper. Is ook prima, want ik gebruik lippenbalsem ook heel graag in de nacht. Dat is allemaal hartstikke fijn, maar ik kreeg er gewoon bijna niks van af. Omdat het best wel strak in dit potje zit...
kon ik wrijven wat ik wil, maar ik kreeg er gewoon bijna geen product van af, waardoor ik niet echt een lekkere dikke laag kon opsmeren. En dat vind ik zelf gewoon heel erg fijn, ook vooral als ik ga slapen. Lekker dik laagje lippenbalsem eroverheen. En ja, dat voelt voor mij heel fijn aan, maar ik kreeg er gewoon bijna geen product uit. Dus daarom deed het ook gewoon eigenlijk niks voor mijn lippen. Ze werden er niet zacht van of zo. Wel jammer, want hij ziet er natuurlijk gewoon super cute uit. En dan heb ik ook nog de nagellak uit die collectie. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 Your Angel. En dit is eigenlijk ook weer zo'n nagellakje. Die een leuk glansje geeft, maar ook waar de dekking niet fantastisch van is. Want mijn eigen nagels kwamen hier ook doorheen. En daar was ik al een klein beetje bang voor. Maar ik dacht misschien als ik hem opbouw dat hij echt nog wel mooi tot zijn recht komt. Maar het gebeurde niet. En dat vond ik echt wel heel erg jammer. Want het is echt wel een hele leuke kleur. Misschien dat ik hem wel nog zou gaan gebruiken. Bijvoorbeeld gewoon als ik eerst een donkere basislaag doe. Dat ik deze dan overheen doe. Omdat het effect wel heel mooi was. Het leek een soort parelmoer effect wat eruit kwam. Dat vond ik echt hartstikke mooi. Dus ik denk dat ik dat nog wel zou doen. Maar echt gewoon als nagellak voor de basis niet. Want daar vind ik hem echt te licht voor. Nou, dan waren dit alle veel producten van september en oktober. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie alles van deze producten hebben geprobeerd. En of jullie mening misschien anders is. Want dat kan natuurlijk, hè. Ik bedoel, wat ik niet fijn vind, kan iemand anders heel fijn vinden. Ik hoop ergens ook altijd met dit soort video's dat ik mensen voor miskopen behoed. Dat ik er toch een beetje voor kan zorgen dat niet iedereen zijn geld hier aan uitgeeft. Omdat het dus eigenlijk niet fantastisch is. Maar ja, nogmaals, het zijn zulke persoonlijke meningen. Want wat ik niet fijn vind, kan jij heel fijn vinden. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat je het toch leuk vond om te zien welke producten ik niet fijn vond. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop je in ieder geval weer te mogen zien bij een nieuwe video. Doei!